Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Je hebt er misschien al van gehoord als je een goede bakker hebt. Zuurdesembrood. Wat is dat nu juist voor een beest? En wat is het verschil tussen gewoon brood en zuurdesembrood? Ik ben hier vandaag in Antwerpen bij de bakkerij van Kenny, een ambachtelijke bakker. En die gaat me dat perfect kunnen uitleggen. Het is wel aan het regenen. Kenny, maestro. Ça va, man? Dag, Loïc. Goedemiddag. Zeg, kun je een keer uitleggen wat dat zuurdesembrood nu precies is? Zuurdesembrood is eigenlijk een natuurlijke wijze van werken. Dus je hebt altijd de standaardbroden, chemische gist. Zuurdesem is ook een gist, maar op natuurlijke basis. Okay. Dus we gebruiken altijd een moederdeeg en daarmee gaan we eigenlijk verder. Mag ik zo een moeder een keer zien? Van absoluut. Uw moeder van de bakkerij. Dat is de moeder van de bakkerij, inderdaad. Wat willen wij ermee zeggen? Dat is eigenlijk onze basis. Dus daarvan gaan we eigenlijk starten. Ja. Dus die moeder gaan we altijd gewoon verversen, opnieuw gebruiken en terug hergebruiken eigenlijk. Oké, maar dus nog even om het te verduidelijken. Een desem, dat is een natuurlijke gisting. Dat is dat. Dat vervangt inderdaad uw blokske gist. Maar dat is wel een levend organisme, dus je moet dat elke dag eten geven. Je moet onderhouden, anders sterft het. Inderdaad. Hoe oud is een deze die van u? Voor het moment is die van mij 9 jaar. 9 jaar? 9 jaar is een desem. Dus dat is 9 jaar aan het leven, dat is gelijk een huisdier eigenlijk. Inderdaad. Goed. Kunnen we een keer zien hoe we van die een moeder deze nu echt een brood maken? Zalig, hè? Dat is hier de gewone bloem. Dat is de moeder, die natuurlijke gisting. En water, niks anders. Inderdaad. Wat zijn we nu aan het doen? Dus nu gaan we hem eigenlijk dichtvouwen. Okay. Voor zijn werking te geven. Het deeg wat sterker te maken. Ja, inderdaad. Ja. En die handeling gaan we nu om het 3:30 drie keer doen. Oké. Okay. Dus nu moeten we dat nog allemaal doen en dan pas kunnen we bakken. Inderdaad. Dus eigenlijk moet je nog een nacht zelfs in de frigo blijven rusten. Idealiter. Ja, inderdaad. Maar je hebt er hier al wel liggen, hè? Die hebben we al voorbereid. Kunnen we die bakken nu? Die gaan we inderdaad nu bakken. Dus dan gaan we ze nu erin steken. Ja. Ciao, mannetjes. Jepla. Hé, de max, jongen. Kenny, wat is nu het verschil tussen dit zuurdesembrood en een brood dat we kennen met gist? Het grote verschil is staat, liefde en vooral smaak. Ja, zuurigheid dat je er ook wel bij hebt. Ja, het is ook wat, het is moeilijk te beschrijven, maar het is zo een veel complexere smaak. Gevoel dat er veel meer diepgang in is. Je proeft veel beter je graan. Absoluut. Dikke merci. Ik ga er iets heel lekkers mee maken.